Voorzitter, een niet onbelangrijk deel van de mensen die in Nederland een asielaanvraag indienen, voldoet niet aan de criteria om hier toegelaten te worden. Velen komen aan vanuit veilige landen of zijn doorgereisd via de Balkanroute of een van de zuidelijke EU-lidstaten. Een deel is nooit geregistreerd, velen hebben geen identiteitspapieren bij zich en dat laatste is meestal geen toeval. Deze mensen weten heel goed dat ze volgens de regels geen kans maken op een verblijfsvergunning. Uiteindelijk blijken heel wat mensen die hier een aanvraag indienen dan ook geen recht te hebben op onze bescherming. En vervolgens lukt het vaak niet om deze mensen gedwongen terug te laten keren naar het land van herkomst. En dit is een citaat, voorzitter, van de staatssecretaris in het debat over de begroting hier in de Tweede Kamer. De staatssecretaris erkent dus steeds dat het probleem bestaat en dat het niet lukt dat probleem op te lossen. En de reactie die dan volgt, en ik citeer weer: de voorstellen van de Europese Commissie voor een goed werkende grensprocedure zouden enorm behulpzaam zijn om het asielsysteem te beschermen. Weer een citaat van de staatssecretaris. We hopen dus op een voorstel van de Europese Commissie die behulpzaam zou kunnen zijn. Dat is onzin. Denemarken ligt ook in Europa en daar krijgen ze per jaar binnen wat hier in 2 weken instroomt. En het argument wat de staatssecretaris terecht aanvoerde, dat wij ons nu eenmaal na 10 jaar rampzalig eurofiel VVD-beleid vastgedraaid hebben in allerlei regels en verdragen, ontslaat de staatssecretaris niet van de plicht om binnen dat keurslijf te doen wat zij kan. En daartoe straks onze moties. Want ingrijpen, ook binnen die verdragen die onze soevereiniteit ondermijnen, dat is gewoon een keuze, voorzitter. Een keuze die deze staatssecretaris nu al jaren niet maakt. Ook met deze begroting weer niet. Niet ingrijpen, geen passend huishoudboekje afleveren en schuilen achter procedures. Terwijl Denemarken doet wat wij echt voor een groot deel wel kunnen en moeten doen. En ja, er zijn nu eenmaal internationale verplichtingen. We staan er handenwringend bij. We kunnen er niks aan doen. En dan alle criminaliteit en overlast van asielzoekers. Ja, dat komt omdat er geen woningen zijn. Ook al zoiets. Dat overkomt ons maar gewoon. Het is niet een gevolg van bewuste keuzes. Deze staatssecretaris klinkt niet als een staatssecretaris van asiel van een soeverein land. Maar als een totaal overspoelde staatssecretaris van natuurverschijnselen. Migratie, asielstromen, regelgeving, geen woningen, seksuele intimidatie. Nou ja, doe daar aangifte van en we schrijven het op. Extra politie? Nee, dat gebeurt ergens anders. Ook geen invloed op, helaas. Het gebeurt allemaal maar. Nul invloed op. Ze staat erbij en ze kijkt ernaar. En Marokko en Algerije even bellen om hun criminele rondtrekkende dieven op te halen op straffen van sancties waar ze sterretjes van zullen zien. Dat lukt ook al niet. Voorzitter, zo worden de problemen. En ik herhaal ook het draagvlak voor mensen die hier misschien wel moeten en kunnen zijn, natuurlijk nooit opgelost. Dat komt niet goed zo. En voorzitter, we zijn de beroerdste niet. We willen de staatssecretaris graag 2 concrete, direct uitvoerbare voorstellen aan de hand doen. In de vorm van 2 moties. En die zal ik voordragen met uw goedvinden. De Kamer gehoort de beraadslagingen, constaterende dat tot en met week 40 in 2021 slechts 2780 vreemdelingen zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst. Constaterende dat de verwachte asielinstroom over heel 2021 tegen de 40.000 mensen aanzit. Overwegende dat de asielketen daarmee volledig verstopt zit. Overwegende dat dit een enorme druk legt op meerdere facetten in de samenleving. Verzoekt de regering om voor de zomer van 2021 met een actieplan te komen om de uitstroom van asielzoekers significant te verhogen. En gaat over tot de orde van de dag. Die is ondertekend door mezelf, Berkhout en Van Weven. Wordt de indiening van de motie voldoende ondersteund? Zou je hem rechts van u op het tafeltje willen leggen? Dat wil ik zeker. Dat is het geval. Dan maakt de motie deel uit van de beraadsronde 35925 Romeinse 6, letter C van Carolien. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de afgelopen jaren steeds 1 miljoen euro beschikbaar is gesteld aan gemeenten om asielopvangproblematiek te bestrijden. Constaterende dat een groot deel van de zogeheten criminele veilige landers binnen en buiten de opvanglocaties overlast veroorzaakt en of zich schuldig maakt aan criminaliteit. Overwegende dat dit een grote negatieve impact heeft op de samenleving. Overwegende dat gemeenten vaak niet voldoende financiële middelen tot hun beschikking hebben om deze problematiek effectief te bestrijden, verzoekt de regering om structureel 5 miljoen euro beschikbaar te stellen aan gemeenten die asielzoekers opvangen, om zo de asielopvangproblematiek
effectief te kunnen bestrijden. En gaat over tot de orde van de dag. En is ondertekend door Berghuis van Wely en mijzelf.